Nee, serieus? Ja, ik had je gewaagd. Jij gaat nu zelf heel ver gegaan. Ja. Nou ja, we hadden het er net al over. Of moeten we het nog een keer over hebben? Wat, over Champs Talk. Maar je kon het toch overslaan? Wat staat er Champs Talk? Ik zie nergens Champs Talk staan. Oh ja. Vecht het baaschauffeur voor de Champs Talk. Zelf, ik zie het. Opsporing verzocht. Ja. Nee, ik moest er wel op lachen. Okay. Ja, ik vond hem wel goed. Vertel waar het over gaat. Nee, jij moet vertellen waar het over gaat. Jij wist het nog niet, hè? Ik had jou gestuurd, toch? Wat? Ik heb jou gestuurd, opsporing. Nee, jij zei van, het gaat door. Ja. En toen dacht ik bij mezelf, wat bedoel je, het gaat door? Want ik had er wel gehoord dat er wel een soort beef was tussen die twee. Ja. Maar nu hoorde ik van, het gaat door. Toen stuurde jij me dat ding voor opsporing of zo. Ja. Toen dacht ik, Ik ging helemaal stuk, ja. Hij was wel goed. Ja, ik vond hem goed. Maar Dennis pakt hem echt, man. Ja, man. Dennis pakt hem big. Maar waarom komt Dennis niet terug dan? Aladdin, waarom komt hij niet terug? Nee. Ik bedoel terug in de zin van, hij gooit wat terug. Ja. Maar misschien is hij durft hij niet te vechten of wil hij niet vechten. Ja. Weet je? Maar kijk, als ik het was, ook al kan ik niet, maakt niet uit wie mij uitdaagt. Ja. Ik ga praten met jou. Ja. Ik ga van me afbijten. Ja. Maar hij laat echt niks. Nee. Ik heb hem ook niet gezien bij dinges, hè? Bij 96. Nee, bij 96 was hij er niet. En ik zie hem helemaal niet meer gezien. Nee, man. En Dennis pakt hem aan, hè? Dennis pakt hem zwaar aan. Klaart hem dik. En ik heb niet het gevoel dat Dennis klaar is. Ik heb niet het gevoel dat hij klaar is. Maar hij is nu genoeg. Maar ik wist niet dat Dennis zo was, man. Hij zat zo rustig en zo. Drake, ja, ervan. Want we kunnen hem hier in het rijtje hebben. Ja, hij mag naast Mounir en weet je, kan hij ook zitten. Ja, sowieso. Zo. Hij is zwaar, hè? Lekker, hoor. Ik hou hiervan, man. En hij praat ook bij Absolute. Hij zegt het goed. Ja, ik hou hiervan. Ik hou ervan als mensen zo zijn. Ja. Dat ze je lekker kunnen prikken, weet je. Ja, toch? En weet je, het is niet beledigend, maar gewoon grappig. Ja, het is gewoon grappig. Het is niet vies, het is niet beledigend. Het is niet vies, het is niet beledigend, het is leuk. Het is lekker prikken. Porren. Ja. Porren noemen ze dat tegenwoordig. Porren. Ja. Nee, ik vond het wel grappig. Maar zouden we die wedstrijd leuk vinden? 100. Ja. 100. Dan ben ik wel voor Melvin. Wanneer is die datum? 22, toch? 22. Ja, maar gaat hij het niet doen? Nee, man. Tuurlijk gaat hij het niet doen. Nee. Want heeft hij gekickboxd? Ik weet het niet. Maar als je zo wordt uitgedaagd, zoveel, zo lang, zo viraal, dan dat ding, iedereen ziet dat ding. Ja, hij is kapot gemaakt. Ja, hey, je zegt niks, dan ga je het niet doen. Nee. Ga je niet doen. Hij is kapot gemaakt. Kapot? Kapot gemaakt. Zo. Maar Rida wilde ook tegen dinges, toch? Maar ja, die heeft al een tegenstander. Tegen Mark Schaaf. Ja, maar Mark gaat niet worden. Althans niet tegen Rida. Niet tegen Rida. Maar Rida hebben we ook niet meer gehoord daarna. Nee, maar ik zag toevallig eergisteren of zo'n filmpje waar hij aan het trainen is. Rida? Ja, met iemand aan het trainen is kickboksen. Gewoon petsen. En gewoon trainen, een beetje sparren of zo. Oh. Dus zeg het maar, Aladdin. Ja, je houdt hiervan, hè? Ja. Aladdin gaat niet meer komen. Dennis is er klaar voor, hoor ik. Dennis is klaar. De grote vraag is, waar is Aladdin? Ja. Maar waar is hij? Ik weet niet waar Aladdin is. Marion, waar is hij? Aladdin, waar ben je? Waar ben je? We weten dat je kijkt. Ja. Dus als iemand weet waar hij is, laat in de comments achter. We zoeken hem graag op. Die microfoon onder zijn neus. Je weet toch, wie deed dat vroeger? Weet die kill? Shit, weet je nou ook weer? Oh, ik zie hem zo voor met me. Voetbal? Nee. Er was altijd een presentator. Die had dan een onderwerp, weet je. En dan ging die langs, weet je. Dan zag je bijvoorbeeld die gast had boodschappen gedaan. En dan ging die naast hem lopen. Hoe staat het nou, man? Je hebt die kinderen aangeraakt, hè? Dan ging hij zo met zijn schouders zo er tegenaan. Die oude man. Dan ging hij met zijn schouders zo er tegenaan. En dan zei hij, je hebt die kinderen gepakt, hè? Hoe vind je dat nou, hè? En dan ging hij zo met die microfoon. Ja, en je heeft hem gewoon een beuk gegeven. Ja. Zo. Ik weet hoe heet dat. Eentje gaf hem een beuk terug. Een oude wat volle man, toch? Ja, maar wat krullen.
krullen, ja. Hey, ik ging altijd stuk om hem, jongen. Ja. Maar dan ging hij gewoon... Vroeger had hij het programma Breekijzer of zo. Had hij was zo'n dat Breekijzer? Ja, voor mij heette het Breekijzer. Ja. En dan ging hij gewoon naar die gasten, weet je, van... Hey, hoe vind je dat nou, hè? Hoe vind je dat? Dan ging hij zo... Hoe vind je dat nou? Ja. Je hebt die kinderen vies aangeraakt, hè? Ja, hij met zijn jasje. Ja, hij is weer, hè. Ja. Zo moet jij dus dat ding eens gaan halen, Din. Waarom ik... Ja, ik ga alleen naar Dennis achter me staan. Dennis, pak hem, Dennis. Jezus, laten we doorgaan. Hey, Overmeer, Zeemeleer. Wat denk je? Ze hebben al gevochten. Ik denk dat Zeemeleer, die gaat op een manier terugkomen, jongen. Ja, dat gevoel heb ik, laat me het zo zeggen. Dat gevoel heb ik. Jay heeft nu ook zijn winst weer gepakt. Ja, maar kijk, ik vind Jay top, hè. Ik vind hem ook goed. En ik vind zijn verliespartijen zijn altijd een beetje discutabel. Hij verliest niet zwaar, zeg maar. Ja. Weet je? Altijd een beetje discutabel of er gebeurt iets of wat dan ook. Dus ik vind hem, Jay over hem vind ik ook, ik vind hem echt top. Ja, ja. Ik vind hem echt top. Maar ik denk niet dat hij Zeemeleer... Ik denk niet dat hij Zeemeleer pakt. Nee, ik denk het ook niet. Zeemeleer, kijk, hij pakte Zeemeleer toen al niet. En ik denk dat Zeemeleer... ik weet niet waarom ik dat gevoel heb. Maar ik denk dat die man gaat echt komen. Die man gaat echt komen. Ik zie... Bij mij bestaat die divisie... is topdivisie. Monsterdivisie. Ik vind dat... Samen met die middleweight, light heavyweight, die divisies, die drie topdivisies, hun divisie ook, maar bij die vind ik Chico Tijani Zeemeleer. Om die drie gaat het. Ik zie niemand winnen van hun. Sowieso niet. Misschien zie je iets in die opbouw. Nee. Die 70% waar Theodore... Sirić doet het top. Sirić doet het top. Hij heeft me echt verbaasd. Hij verbaast ons iedere keer weer. Ja. Maar in die divisie is het gewoon... Andy Zeemeleer, Chico Kwasi, Tijani Bestati. Ja. Daar gaat die belt... Weet, ik ben Tijani fan. Die gaan het wisselen. Ja, ik ben Tijani fan, dat weet je. Maar ik zie... Zeemeleer zou kunnen winnen van Tijani. En omgekeerd. Hun drie loeien. Maar ik zie niemand van die andere reeks daaronder... Voor één van die drie winnen. Niemand. Ook al zijn ze niet... Ook al komen ze niet met hun A-game. Als die drie tegen elkaar gaan, moeten ze met hun A-game komen. Ja. Sowieso. Die drie, die moeten top zijn. Maar hun hoeven niet... Alles wat daaronder zit... Hoeven ze niet met hun A-game te komen. Die niet. Ja. En bij die, wat eronder zit... Ja. Die moet met hun A-game plus komen. Of... Alles moet landen wat ze eruit gooien. Ja. Je weet toch, soms speelt bijvoorbeeld, ik zeg maar wat, een of andere club speelt tegen Real Madrid. Ja. En in die eerste twee kansen die ze krijgen, meteen raak. Die bal valt meteen goed. Ja. Ze verliezen uiteindelijk wel met 4-2. Ja. Weet je? Ja. Maar die eerste, hij valt meteen goed. Ja. Weet je, en zo zou je nog misschien dat gebeurt. Heb je gisteren voetbal gekeken? PSV? Ja, nee, behalve PSV. Ik heb alleen PSV niet gekeken. Dortmund-Real. Had ik niet gekeken. Dortmund. Eerste kans, boom, 1-0. Ja. Tweede kans, boom, 2-0. Ja. En ze staat 5-2, Lassie. Ja, je hebt Mbappé, Vinicius. Dus die trainer heeft gezegd, wat zijn we nou doen? Ja. En ze is zo van, pap, wat zijn we nou doen? Zo achterhoofd. Weet je van, ga die bal erin scoren. Wie heeft gescoord? Vinicius twee keer. Hoe heet die verdediger? Die sterke verdediger van Duitsland. Die donkere. Vergeet hoe hij heet, man. Die tegen Brobby ook een laatste. Die lastige tegen Brobby. Die lastige. Ik weet wie bedoel. Ja, die donker. Hij. Ja. Vinicius twee keer. Hij. Ik weet niet of. Maakt niet uit. Mbappé had niet gescoord. Nee, Mbappé had niet gescoord. Ik dacht dat alleen maar die wedstrijd bezig was, man. Ik heb alleen die wedstrijd gezien. Nee, waren tegen geslapen. Waren een paar goeie, man. Oh, dat had ik hem even moeten zien, man. Ja, shit. Ja. Nee, maar dat is het bij die drie. Dus die drie, quasi. Uh-huh. Quasi Tijani. Wacht even. Nog één ding. Wat vind je van Brobby? Omdat we toch even voetbal hadden. Nee, kijk. Weet je wat het is? Kijk, Brobby, hij speelt goed en zo, maar het gaat scoren. Ja. Daar gaat het om. Hij wordt wel kapot gemaakt. Ja, wat kapot. Maar het gaat kapot. Wat gemaakt. Gaat om scoren. En Wout Weghorst, die komt erin en hij scoort. Ja.
Daar gaat het om. Hij moet gefrustreerd zijn. Ja, sowieso. Sowieso. Hij loopt gefrustreerd rond op het veld ook. Ja, maar ja, leerproces. Wat, hoe oud is hij nu? Brobby. Ja. 22 of zo. Maar nee, iets ouder. Hij moet zeker 4,25 zijn. Ja, we gaan zo kijken. Tering, ja, ik... Ja. Omdat hij zo vaak langskomt nu... Daar dacht ik bij mezelf van, hey, ja, dat moet hij mist ook wel kansen dat je zegt... Ja, die ene. Hij stond bijna in een goal al. Ja. Dat zijn dingen die moeten zitten. Ja, Van Basten maakt hem kapot, man. Ja, maar Van Basten is scoren. Ja, elke bal scoren. Ja. Van Basten is scoren. Ja. Ja, je kan, en weet je wat, dus hun zijn ook in die tijd opgegroeid. Kijk, nu heb je spitsen die mee voetballen. En spitsen doet, spits moet sterk zijn. Ja. In die tijd van Van Basten en zo. Moest je alleen scoren. Scoren. Het is, hoe noemde dat vroeger? Ja, je bent de balletjeswachter. Ja, ja. Dat was hun taak. Hun taak. Alleen maar scoren. Scoren. Zo, je had weet je wanneer je op het veldje speelt, op het veldje? Ja. Dat zat je de eentje zat helemaal voor te wachten. Ja. Zo was het vroeger. Seedorf zei in een interview, in die tijd had je, volgens mij hoe heette hij, Inzaghi. Ja. Inzaghi. Hij zei, rondootje Inzaghi. Die had de hele dag in het midden. Die man kon... Die techniek, niks. Hij was de hele dag in. Als hij in het midden kwam, dan wist je van oké, hij blijft in het midden. Ja, ja, ja. Maar in een wedstrijd, ja. Altijd goede plek. Ja. Scoren als een malle. Ja. Scoren. Wat moet Brobby doen? Scoren. Wat moet hij doen? Scoren. Nee, maar wat moet hij doen om te kunnen scoren straks? Moet hij zijn techniek gaan bijleren? Moet hij positie? Wat moet hij gaan doen? Nou, weet je, het is met Brobby. En het is inderdaad zo. Brobby is vaak. Te wild als hij voor het doel komt. Ja. Snap je? Kijk, sommigen. Nee, weet je wat ik denk? Ja. Hij wil te veel vanuit zijn kracht werken. Soms moet je gewoon subtiel wezen. Ja. Elke bal wil hij. Hij wil dwars door het net heen rammen. Ja. Die bal moet ricochet naar boven. Ja. Weet je? En dan ook nog eens op een parkeerplaats terechtkomen. Zo hard wil hij de bal erin schieten. Ja. Terwijl. Ja, sommige doelpunten van sommige topspitsen is gewoon een tikje naar links. Of een tikje naar rechts. Nee, maar kijk, dat kracht, hij komt dan in duel, toch? Dus de kracht, dat moet... Alleen, als je uit die duel bent, daar moet hij... Ja, dat zeg ik, en dan wil hij die bal, vermoorden. Ja. Maar genoeg daarover, Nog één grappig ding over Brobby. Weet je nog, toen Brobby, toen hij ging die tegenstander voorbij, hield die tegenstander hem vast aan zijn broekje. Rende hij gewoon met die tegenstander. Ja. Hij is wel sterk, ja. Hij is wel sterk aan de bal. Waar hadden we het over? Waar hadden we het over Semler, toch? Dat eigenlijk gaat om die drie. Ja. En Semler dus tegen Overmeer. Ja, wat vind jij Semler Overmeer? Ik ga me een beetje met je mee. Ik ga wel met je mee. Ook omdat, Semler heeft ook geproefd aan Tijani ook. Ja. Heeft waarschijnlijk gezien van, ik kom hier en daar tekort. Ja. Dat gaan we bijschaven. Maar denk je dat het ook niet een voordeel van hem is dat hij geen dinges heeft? Dat hij die titel niet heeft? Ja, dan zit een bepaalde druk weg. Juist, ja. Die druk is weg. Ja. Je gaat risico's nemen. Ja. Ja. Dat geeft natuurlijk ook weer zijn valkuil. Ja. Maar het geeft wel iets meer dan, als je kampioen bent, vecht je wat voorzichtiger. Dan vecht je wat voorzichtiger. Ja, je wilt gewoon je belt behouden. Niet verliezen. Ja. En bij geen kampioen wil je winnen. Dat wil je winnen, Als je kampioen bent, wil je gewoon niet verliezen. Ja. Ja. Wat heb je nog meer? Wacht. Voordat je verder gaat. Schiet me iets te binnen, man. Maar ik kon die comment niet vinden, volgens mij. De hele dag zit er wel te binnen. Slaap je ook zo? Je had de reclame met Noah Blijden. Ja. Dat was grappig, hè? Maar joh, als je daar de hele dag was met ons... Ja. Pissen in je broek. Ja. Pissen in je broek. Ja, ja. Ik zweer het je. We hebben zo gelachen die dag, hè? Ja. Hey. Dat was fucking grappig. Maar dat is ook echt iets van, je moet springen en rekken. Ja, dat was wel leuk. En wanneer je daar bent, dan maak je bepaalde grappen. Ja, vooral omdat het om... Mensen kijken naar je broek en dit, dat. Ja. Maak je bepaalde grappen die je tegenwoordig niet meer kan maken. Fucking grappig. Oké, dat tussendoor, ja. Hey, wil jij de hele aflevering bekijken? Check hem dan op warriorcode.com. Het leven zit vol uitdagingen. Vechtsport helpt jou daarmee om te gaan. Het geeft veel zelfvertrouwen en leert je te beheersen. En het is vooral gezond en leuk.
Samen met het Jeugdfonds Sport en Cultuur maken wij vechtsport toegankelijk voor iedereen. Vind de sportschool die bij jou past op warriorcode.com/doe mee.